Ik liep er toevallig langs. Ja, het zag er heel gezellig uit, maar het was wel druk. Ja, ja, het was wel gezellig, ja, inderdaad, wat je zegt. En ook wel druk, ja. Dus voor een kermis niet per se, maar het was wel vol, ja. Wat dacht u? Ze hebben vandaag een leuke dag. En ik zag dat echt iedereen aan het genieten was. Maar ik dacht wel van, oei, gaat dat wel goed? Ik dacht zeker dat het wel kon. Het was wel weer even wennen. Voor het eerst weer zo vol bepakt. Maar ja, je gaat natuurlijk vanuit dat iedereen negatief getest is. En nou, ik ben zelf ook nog jong. Dus ook al als ik wel positief geworden, dan waan ik mezelf wel enigszins onfeilbaar. Ja, ja, ik was er ook. Ja, zeker. 3 dagen was ik er van de 4. Wat denk je nu achteraf? Nou ja, de mensen die vals zijn binnengekomen met QR-codes van anderen die zich niet hebben laten testen, ja, die hebben het gewoon echt fout gedaan. Dat is ook gewoon niet goed te praten. En ik denk dat er misschien iets meer opgelet moet worden met iets minder mensen, denk ik. Wat dat betreft is het niet verwonderlijk. Nee, precies. Het is niet te gek. Want als je natuurlijk niet getest wordt, dan weet je ook niet of je positief of negatief bent. Dus als je dan lekker naar binnen gaat, naar iedereen, dan kan je zo mensen besmetten natuurlijk. En ik denk dat dat gewoon gebeurd is.